Kamerkoor is uit 1978. We hebben een historie van ruim 30 jaar. En we zijn in september begonnen met een nieuwe dirigente, Katelien Sabot. En sinds september zijn we bezig met het instuderen van ons kerstrepertoire. Ja, eigenlijk is per september zijn we ook aan een hele nieuwe periode begonnen van het koor. We hebben een nieuwe richting gekozen. Dat is dat we ook qua concerten meer variatie willen aanbrengen. We willen het publiek verrassen, hè, met de manier van optreden, met de muziekkeuze die we doen. Zodat we ons wat onderscheiden in het Arnhemse korenland. Zangwereldje. Ja, ja. Want ja, er zijn ontzettend veel koren in Arnhem. En nou, je moet je best doen om bijzonder te blijven. We repeteren hier in de Waalse Kerk. En de concerten die we geven, we hebben eigenlijk één vaste locatie. Dat is de Diaconessenkerk in Arnhem. En verder variëren we in de regio, dus in Velp en in Doesburg, wat Jaco al zei. Het hangt ook een beetje vanaf wat voor soort concert we geven. Het repertoire is heel divers. Het wordt uitgezocht door de muziekcommissie die wij hebben. En de dirigent bepaalt natuurlijk uiteindelijk wat het repertoire zal zijn. Het is variërend van religieus tot wereldlijk. Van romantiek tot hedendaags, zelfs nog componisten die nog in leven zijn, tot middeleeuwse componisten zoals Schütz hebben we laatst gezongen. En ons laatste concert van dit jaar was in januari. Dat was het Requiem van Fauré. Dat hebben we zowel in Doesburg als hier in Arnhem hebben we dat gezongen. Ja, we staan momenteel met 20 leden. Bestaande, eigenlijk willen we groeien naar 4 keer 6. 6 tenoren, 6 alten, 6 sopranen en 6 bassen. We kunnen nog leden gebruiken. Daarvoor kan men contact met de koor opnemen. Ja, je meldt je aan bij ons en dan kom je eerst een paar keer kijken of het over en weer klikt. En dan ga je een stemtest doen. Met een dirigente en met een aantal bestuursleden. Waar je aan moet voldoen is, er wordt heel erg gelet of je zangervaring hebt. En het nemen van zangles is bij ons ook zeker een aanbeveling. Verder is het lezen van bladmuziek, maar dat spreekt eigenlijk voor zich. Dat je dat moet kunnen. Nou, we beginnen eigenlijk altijd met uitgebreid inzingen. De stembanden los, het lichaam los, ontspannen, de dag laten vallen. En Katelien, dat is onze dirigent, die bereidt een repetitie voor. En dan zijn we eigenlijk in een ontspannen sfeer, maar wel altijd heel geconcentreerd bezig om het repertoire te leren. Ja. Van tevoren weten we natuurlijk wat we moeten gaan oefenen. En wij als bestuur zorgen ook voor dat de leden eigenlijk een week van tevoren te horen krijgen wat is nou de bedoeling van de volgende repetitie. En wat zijn nog verbeterpunten en waar gaan we de komende repetitie aan werken. Ja. Dat doen we ook altijd in samenspraak met de dirigenten. En misschien is het ook goed om nog aan te vullen dat we thuis studeren. Dat van de mensen verwacht wordt. En we zorgen altijd dat er oefenmuziek. Ja, we hebben oefenbestanden gemaakt. Ja. We hebben op de piano ingespeeld en daar hebben we MP3 bestanden van gemaakt. Ja. Die mensen zelf thuis kunnen downloaden van een website en daarmee aan de slag kunnen gaan. Voor elke partij hebben we er één gemaakt, of zelfs als een partij gesplitst wordt, ook nog aparte partijen, MP3 bestanden. En verder hebben we natuurlijk de partituren. Die verdelen we natuurlijk tijdig. Aan al onze leden. Binnenkort geven wij een concert. Dat is ter gelegenheid natuurlijk van het kerstfeest. Ons kerstconcert wordt op 18 december aanstaande gehouden in het Diaconessenkerk in Arnhem. Het is het eerste concert wat we doen met onze nieuwe dirigenten.
En ook de eerste keer dat we het in een nieuwe vorm doen, dat wij als leden zelf een hele bepalende stem hebben gehad in het repertoire. We zijn vanaf september zijn we begonnen met de repetities hiervoor. En wij hebben nog één generale en dan moet het gebeuren. Het kerstconcert is aanstaande zaterdag op 18 december en het begint om 8 uur 's avonds en het wordt gehouden in de Diaconessenkerk aan de Isaac Everstraat in Arnhem. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Ja, iedereen is welkom. Ja.